Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie echt een mega Xenoshop vlog. Maar voordat we gaan beginnen, sorry voor hoe ik eruit zie. Het wordt echt niet beter dan dat het is. Het is vandaag namelijk 33 graden. Het is de hittegolf in Nederland. En ik moest gewoon vandaag deze video opnemen. Dus vandaar, alle ramen en deuren zitten dicht. Anders worden alle kinderen buiten schreeuwen. Dus dat was ook niet heel erg chill. Dus vandaar dat ik er zo uitzie. Mijn haar ziet er niet uit. Ik zit beneden op de bank, want in mijn kamer is het nog warmer. Dus vandaar ook eventjes deze andere achtergrond. Maar ik heb super veel leuke dingetjes bij de Xenos mogen shoppen. Niet alleen ik heb leuke spulletjes mogen shoppen bij de Xenos. Aan het eind van de video mag ik ook een giftcard ter waarde van 75 euro aan jullie weggeven. Wat je daarvoor moet doen hoor je aan het einde van de video. Voor nu ga ik beginnen met alle items. Ik begin met deze mand. Deze mand heb ik dus ook al in mijn kamer boven staan. Heb je dus in de vorige Xenos video kunnen zien. Maar die is met zwart en deze is helemaal met beige. Die vind ik wel echt heel erg leuk. Ik heb geen idee wat ik hierin ga zetten of wat ik hierin ga doen. Maar het leek me altijd handig voor kleine spulletjes. En hier zit zo'n heel schattig, ja, soort van bohemian randje aan. En dat vind ik wel echt heel erg leuk, dat steltje. Dus dat is deze. En deze kost. Ik zal proberen ook alle linkjes van alle producten in de beschrijving te zetten. Dit mandje met franjes kostte 7 euro. Dan gaan we verder met iets waar ik echt ontzettend blij mee ben. En dit is ook iets wat Milan heeft uitgekozen. Dat ook nog allemaal andere soorten kleurtjes. Maar wij hebben voor het goud kleurige bestek gekozen. Je hebt dus goud in vintage goud. En dit is dus de vintage gouden kleur. En dat vonden wij gewoon net eventjes iets mooier. Dus meer een beetje een soort van oud goud. Ja, echt dat vintage. En wij vinden dat gewoon mooier dan echt dat felle gouden. Je had ook nog zwart en ook nog rosé. En je hebt natuurlijk ook gewoon zilver. En wij hebben dus voor deze gekozen. En er zitten dus 4 vorken. 4 messen, 4 grote lepels en 4 kleine lepels in. En dit 16-delige bestekstuk kostte 50 euro. Dan hebben we heel veel van deze handige dingetjes. Allemaal in het mat zwart. Dat vonden we wel mooi met dat gouden. Ik ga even kijken wat er allemaal precies tussen zit. Eerste, een kaasschaap. Een kaasschaap is natuurlijk altijd handig om te hebben. En ik vind zo'n mat zwart wel mooier dan een zilveren. Ik weet niet, ik vind dat wel heel erg mooi zo in combinatie met elkaar. We zaten nog heel erg te twijfelen om het bestek ook in het zwart te nemen. Maar ik dacht het is wel leuk om dat dan in het goud te doen. Maar ik vind het wel heel erg leuk matchen zo met elkaar. En deze hebben we dus in het zwart. Hij is gewoon van staal, niet van plastic of zo. Dat vond ik wel heel belangrijk dat ze gewoon van staal waren. Gaat lekker lang mee. En deze was 3 euro. Ja, bij de Xenos echt een stuk of 24 verschillende soorten dingen van dit. En wij hebben er nu 4 uitgekozen, wat voor ons nu het makkelijkst leek. Dan hebben we een spatel. En wij gebruiken dit altijd voor bijvoorbeeld een eitje te bakken. En deze is ook weer van zwart metaal. En hij heet ook spatel open zwart. Dus dat is die. En deze kost volgens mij ook 3 euro. Ja, ook deze is weer 3 euro. Bijna alles is daar onder de 3 euro volgens mij. Dus echt super goedkoop. En heel mooi en chill. Dan hebben we deze. En dit is de pasta lepel zwart. Ik hou echt van pasta, dus deze kon natuurlijk niet ontbreken. Dit is gewoon zo'n ding dat als je pasta hebt afgegoten, dat je het dan zo ermee kan pakken en op je bord kan leggen. En deze is dus ook weer van zwart metaal. En deze was ook weer 3 euro. En dan als laatste natuurlijk niet te ontbreken een pizzasnijder. Ik hou ook echt van pizza, dus dat kan natuurlijk ook niet ontbreken. Ook deze is weer zwart staal. En ja, ik vind het gewoon mooi dat zwart een beetje dat industrieel. Weet je, dat steltje vind ik heel erg leuk. En deze kosten ook weer 3 euro. Dan gaan we door voor iets wat in de slaapkamer kan, maar ook gewoon voor lekker op de bank. En dat is namelijk dit kleed. Ik hou heel erg de laatste tijd van beige kleurtjes. Misschien zie je het wel. En ik zag dus dit kleed en ik dacht, ja, dat is echt perfect. Hij was, er staat hier op 15 euro. Volgens mij was deze met 50% korting, dus was die nog maar 7,50. Dus even wat dichterbij komen, dan zie je een beetje dat printje wat erin zit. Echt een heel erg lekker stofje. Ik weet niet of hier afmetingen op staan. Oh, hij is 130 keer 170. Hij is van 96% polyester en 4% linnen. En ik vind het echt een onwijs mooi kleurtje. Dus dat is deze. En deze was dus 7,50. Dan iets voor op de eettafel en dat zijn placemats. Ik heb alles in stukken van 6 gekocht. Vraag me niet waarom. Uiteindelijk had ik alles gewoon beter ook in setjes van 4 kunnen kopen. Want 6 is misschien een beetje overdreven. Maar toen ik het aan bestellen was, dacht ik, goh, laat ik van alle 6 bestellen. Maar goed. Dit zijn dus placemats. Van die hele leuke rieten placemats.
En hier heb ik er dus 6 van. En deze kosten per stuk. Deze waren 3 euro per stuk. Kijk even hoe leuk dit is. Dit is toch geweldig. Dan met dat gouden bestek en de borden die ik jullie zo meteen ga laten zien. Is het echt helemaal leuk. Echt. Weet je, ik ga gewoon al die borden. Ik ga gewoon heel die collectie aanschaffen. Want ik vond het gewoon zulke mooie borden. Dus dat heb ik dus gedaan. Ik heb diepe borden. Ik heb ontbijtborden. Ik heb avondborden. Ik heb kleine schaaltjes. Ik heb echt letterlijk van alles. Dus ik ga het aan jullie laten zien. Ik ga beginnen met dit doosje. Het zit allemaal trouwens echt super goed ingepakt bij Xenos. Dus dat vond ik echt heel erg fijn. Wij waren zelf op vakantie toen het allemaal bezorgd werd. Dus ik ging het net ophalen bij de buurman. En die vertelde dat de postbezorger er echt mee aan het gooien was en zo. Maar als het goed is, is alles nog heel. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik had een tijdje geleden dus al van die schaaltjes gekocht. Ik had er volgens mij iets van 6 of zo. En ik heb er nu dus nog 4 bij gekocht. Want ik vind het dus heel erg leuk om zelf pokeballs te maken. En hier dan die gerechtjes in te doen. Dus daar heb ik er 4 van bij gekocht. En dit zijn de bruine. Ik heb dus wel wat dingetjes in verschillende kleurtjes. Bijvoorbeeld deze schaaltjes heb ik in het bruin. En de rest heb ik in het grijs. Maar dat komt omdat ik die bakjes dus al in het bruin had. Dus jullie zullen zien dat er niet heel veel kleurverschil zit. Maar het zijn dus deze kleine schaaltjes. Ik zal er even dichterbij komen. Dit zijn dus die kleine schaaltjes. En ik vind het dus bijvoorbeeld heel erg leuk om hier kleine hapjes in te doen. Of als we pokeballs gaan maken om hier de gerechten in te doen. Of de ingrediënten, zeg maar. En dit is dus de kleur bruin. En hier heb ik er dus 4 van. Want ik had er boven dus al 6. Dus ik heb er nu 10. Dus als we pokeballs gaan maken kunnen we lekker veel in de ingrediënten toevoegen. Maar dat zijn dus deze. En ik zal er even kijken waar mijn telefoon is. Om te kijken hoeveel deze kosten. Deze zijn 2,30 per stuk. Dus dat vind ik ook best wel meevallen voor deze leuke schaaltjes. En deze heb ik dus in de bruine kleur. Maar ik zal zo meteen laten zien dat de grijs en de bruin niet heel erg veel van elkaar verschillen. Maar dat zijn dus deze. Dan iets wat ik boven ook al heb liggen. Heb ik ook pas 1 stuk van. Dus ik dacht ik koop een tweede. Ik probeer of ik het eruit krijg. Oeh, dat is dit schaaltje. En hier legden wij bijvoorbeeld toen we pokeballs gingen maken zalm op. Hadden we hier gewoon zo'n hoopje zalm liggen. Maar dit is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk voor, ik veel, kleine lekkere hapjes of broodjes of dingetjes op te leggen. En dit is dus die grijze kleur. Die grijze kleur neigt wat meer naar het groene toe, vind ik. En kijk, dit is die bruine kleur. Ik vind het wel heel erg mooi zo bij elkaar passen. Je ziet echt bijna geen verschil. Deze heeft een iets bruine of iets groenere ondertoon. En deze iets meer bruine ondertoon. Maar dat vind ik dus wel heel erg mooi. Dus dat is dus deze ovale schaal. En deze kost 5 euro. Dan heb ik hier nog een doos. En dit zijn de ontbijtborden, staat erop. En deze heb ik ook weer in de grijze kleur. En hier heb ik ook weer 6 stuks van. Eigenlijk qua alles qua borden verder heb ik 6 stuks van. Vandaar die placemats dus ook. Oeh, I like it. Oké, dit zijn dus de ontbijtborden. Ik haal er eventjes eentje uit, dan kan je het een beetje zien. Maar dit is dus een ontbijtbordje in dus die grijs-groene kleur. Ook dit heeft weer een beetje dat industriële steltje. En dat vind ik echt heel erg leuk. Ook met dat gouden bestek erbij en dan die mooie placemats eronder. Ik vind dit echt geweldig. En hier heb ik er dus 6 van. En deze waren dus 4 euro per stuk. Dus dat vind ik ook echt heel erg meevallen. Dus dat zijn die. Dan heb ik nog 2 diepe borden besteld. En dat komt omdat ik er dus al 4 van had. De vorige keer dat ik dus al een paar dingen had gekocht, had ik ook al dus 4 diepe borden gekocht. Dus vandaar dat ik er nu 2 heb bijgekocht, zodat ik er weer 6 heb. En die zal ik ook weer even uit proberen te halen. Voorzichtig. Heel erg mooi. Ja, deze wist ik natuurlijk al hoe ze eruit zagen. Maar dit is dus het diepe bord. Hier hebben wij dan bijvoorbeeld pokeballs ingemaakt. Maar hier kun je ook lekker pasta in maken. Of gewoon lekker rijst met kip. En ja, heel erg mooi vind ik deze ook weer. En dit is dus ook weer die grijs-groenige kleur. Dus dat is die. En die zijn volgens mij 5 euro per stuk. Ik ga even nakijken. Ja, deze zijn 5 euro per stuk. En daar heb ik er dus ook weer 6 van. Of nou, ik had er al 4 en nu 2 bij gekocht. En dan als laatste de dinerborden, dus de grote borden. Geweldig. Echt geweldig. Oh, ik vind dit zo mooi. Ze zijn groot ook, deze borden. Oh, echt heel mooi. Deze. Dit is dan weer die grote. Ik zal even zo'n ontbijtbordje erbij halen. Kan je een beetje het verschil qua maat zien. Dit is dus het ontbijtbord en dit is dus het dinerbord. Zo mooi ook weer. Ik ben echt verliefd. Ik vind het echt heel leuk. Ook met het gouden bestek er straks bij. En die mooie placemats eronder. En vooral omdat het zijn een soort ronde borden. En dan heb je zo'n mooie ronde placemat ook. Echt heel erg gaaf. Echt heel leuk.
Ik ga even kijken wat deze kosten. En deze zijn dus 6 euro. Dus dat vind ik op zich ook nog wel meevallen voor van die grote mooie borden. Want het is toch weer wat anders dan gewoon standaard witte vierkante borden. Wat wij bijvoorbeeld hier bij mijn vader thuis hebben. Het is toch wel weer een soort van extraatje of zo. Dus hier ben ik ook echt ontzettend blij mee. Ik ben met alles echt heel erg blij. Dit is nou alles wat ik heb uitgekozen bij Xenia. Dus jullie gaan zo meteen nog kunnen zien hoe ik het ga stylen in de keuken. Ik zeg aan het begin van de video dat je een giftcard ter waarde van 75 euro kon winnen voor Xenos. Wat je daarvoor moet doen is geabonneerd zijn op het kanaal van Xenos en op mijn kanaal. En een reactie hieronder laten waarom jij wilt winnen. Laat in de reactie hieronder ook je mail achter. Want dan kan ik je dus een mailtje sturen als je dus hebt gewonnen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!